Wat is een nachtburgemeester? Ik heb werkelijk geen idee. Wat? Ik zou het niet weten. Ik heb geen idee. Als ik het woord nachtburgemeester hoor, dan denk ik aan iemand die er 's nachts voor zorgt dat alles een beetje goed verloopt. De nachtburgemeester, ja, dat komt ook in andere steden voor. Het zal iemand moeten zijn, denk ik, die sowieso altijd in de stad is. Ja, wat die moet kunnen is een goed beeld hebben van wat er 's nachts in de stad te doen is. Een burgemeester die 's nachts oplet of het goed gaat bij de stappers. Ik denk dat de nachtburgemeester moet weten van wat er speelt in de buurt, vooral hier in Leeuwarden, qua nachtleven. Alles wat de burgemeester doet, maar dan gericht op het nachtleven in de stad. De nachtburgemeester is natuurlijk sowieso alom vertegenwoordigd in het nachtleven. Die houdt een oogje in het zeil. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de nachtburgemeester een brug slaat tussen de wereld van de nacht en de wereld van de dag. Waar die is altijd een raadsel. Mensen noemen hem ook wel het mirakel. Misschien ergens in een kroeg. In ieder geval ergens waar het donker is. Nou, Yvonne is wel een goede kandidaat. Misschien is hij wel hier ergens in de school om jullie een beetje in de gaten te houden. Ik heb geen idee. Ja, iemand die verbinden kan, ja. Straft de slechterikken en beloont de rechtvaardigen. Nou, ik hoop dat jullie een hele goede vinden, want we hebben een hele vrolijke binnenstad. Mooi uitgaansleven. Maar het moet natuurlijk ook veilig zijn. Dus iemand die zorgt voor een veilige binnenstad en vrolijk. Ja, dan kan ik rustig slapen. Is het toch veilig?